De trainersvisie, nummer 4, Roeland ten Berge. Ja, dat was een gedenkwaardige zaterdag voor heel veel supporters. Een vreselijke zaterdag, voor mij ook. Ik was er goed chagrijnig van. Hoe was dat met jou? Nou, ik ben van verlies ben ik altijd chagrijnig en teleurgesteld. En ik begrijp ook natuurlijk dat de supporters heel teleurgesteld zijn. Hè. Die zijn massaal gekomen, komen met de fiets. Bak water over hun hoofd ook nog. Ja, dat is helemaal waardeloos. Maar dan hopen we natuurlijk maar één ding. En dat is winnen. En het in principe maakt het niet uit hoe. Maar er moet gewonnen worden. En dan hebben alle mensen een fijn gevoel. En ik denk gewoon dat wij die wedstrijd ook gewoon harder moeten winnen. Zeker als je ziet de beginfase waarin we toewerken naar de 1-0. Waarin we controle hebben. En waarin we uiteindelijk een hele mooie goal maken met Maurice. En op 1-0 voorsprong komen. Ja, tot aan die fase hebben we niks weggegeven. Er was niks aan de hand. We trokken de wedstrijd steeds meer naar ons toe. Je zag dat hun agressiever werden. Ze moesten een aantal keren met overtredingen moesten ze het oplossen. Dat zei wat over ons spel. We werden steeds dominanter. We maken 1-0 dus. Maar ja, eigenlijk na die 1-0 gebeurt er iets onbegrijpelijks. Dat je dus eigenlijk in 8 minuten tijd... twee goals tegenkrijgt, waarvan er één uit de standaard situatie, waarin ik gewoon moet zeggen van waar we niet goed staan. Wij verdedigen de zone, dus het is ook niet zo van ja, wie pakt die hop op, maar wij verdedigen de zone. Dus die bal die komt daar en die moet dan, degene die in die zone staat, die moet dan vol die bal gaan aangrijpen. Dat gebeurt niet goed, dat gebeurt half. En dat is niet goed, dat is ook niet goed te praten. En dat is ook vervelend, want je hebt de volledige controle en je wil dit eigenlijk. Hè? Je wil 1-0 voorkomen tegen een ploeg die op de counter speelt. Nou, en dan ook na die volgende situatie, na zo'n vrije trap natuurlijk. Dan doen we eigenlijk gewoon alles goed. We houden druk en dan wordt zo'n bal wordt zo van richting veranderd. En vliegt zo'n bal erin. Het is onvoorstelbaar dat je gewoon binnen 8 minuten eigenlijk de wedstrijd zo kan laten kantelen. Waar je deels zelf verantwoordelijk bent, maar ook deels natuurlijk heeft VVOG daar heel veel geluk gehad. Nou ja, daarna vind ik wel dat we het weer goed oppakken en blijven we voetballen. En zijn we natuurlijk op zoek naar zo snel mogelijk de 2-2 voor rust. En als je dan ook weer ziet van, ja, neem nou weer de kans van Kai. Gewoon een lege goal eigenlijk, waarin we gewoon in het zijnet schieten. Wat voor een fantastische aanval er weer aan vanaf gaat. Ja, en neem dat dan als vertrekpunt. Dat je denkt van, nou, zo kunnen wij aan onze goal komen. En in de goal van Maurice. En dan moet je eens kijken hoe hun aan de goals komen. Ja, en dat maakt het zo frustrerend en dat moeten we niet onderschatten. Hè. En ook bij de spelers leeft dat enorm. Dat ze denken van hoe is het in godsnaam mogelijk? Want we hebben gewoon voetballend gezien, hebben we gewoon 0 kansen weggegeven. Hè. Je hebt de enige kans wat ze gehad hebben was dat balletje op de graaf in de diepte waarin Paul uitkwam. Dat was de enige voetballende kans. Voor de rest waren het alleen maar vrije trappen. En een schitterende redding van Paul op die kopbal, weer een kopbal van Jan-Jurjen Hop, waarvan je weet... Ja, dat is hun specifieke kwaliteit. Hè? Dat Jan-Jurjen Hop heeft ze ook gewoon naar de topklasse gekopt. Naar de derde divisie tegen Dovo. Jawel, maar goed. Kijk, dat was ook uit een standaard situatie. Hè? Dus voetballend hebben hun niks gecreëerd. Dus voetballend kan ik mijn ploeg alleen maar een groot compliment maken. Want we hebben natuurlijk vorige week hebben we slecht verdedigd. En wij maken voor deze wedstrijd maken we afspraken tegenover van een goede voorhoede. Hoe we dat gaan doen. En ik kan niet anders zeggen, de groep heeft dat gewoon fantastisch gedaan. Die heeft daar energie in gestoken, die hebben duels gewonnen. Die hebben iedere keer zoals we afgesproken, ja, dat ga ik niet voor de camera zeggen wat ons plan is. Maar dat hebben we goed gedaan, want het is gewoon een feit, we hebben niks weggegeven. En dan het enige waarin je wat weggeeft, maar goed, dat krijg je altijd. Je krijgt altijd vrije trappen tegen, je krijgt altijd corners tegen, dat is alle wedstrijden wel zo. Daarin hebben we het gewoon slecht gedaan. En nogmaals, ja, wij passen zoneverdediging toe. En dat pakt er gewoon heel slecht uit in deze wedstrijd. Maar goed, dat hoeft niet. Het gaat erom van hoe sta je in de zone en hoe val je agressief die bal aan. Maar ja, die standaard situatie, dat hoort zo bij het voetbal. Hè? En je wist gewoon dat de kracht was van VVOG. En daar was de focus dan van de verdediging op dat moment niet goed. Of hoe waren die afspraken daar dan? Nou, we hebben daarin niet goed verdedigd. Dat mag duidelijk zijn. Hè. Dat is één cruciaal moment geweest met een corner. En daarin hebben we het niet goed gedaan. En dat is hiervoor is dat natuurlijk wel heel veel wedstrijden wel gewoon goed gegaan. Dus was er niks aan de hand. Dus als iets goed gaat, want het ging goed,
dan hou je daaraan vast. En in deze wedstrijd gaat het juist daar mis. En dat maakt het nog zuurder. Want we hebben natuurlijk vorige wedstrijd gewoon slecht verdedigd. En dat hebben we gewoon deze wedstrijd goed gedaan. En dan gaat het juist nu in standaard situaties mis. En dat is ook voor de spelers is dat zoiets ongrijpbaars. En dan, als je dan ook nog ziet, Joran van Zanten nog die bal tegen de lat aan. We hebben nog een situatie met Maurice gehad wat we beter konden uitspelen. De tweede helft nog een situatie gehad dat we beter konden uitspelen. Ja, dus laat één ding duidelijk zijn. We kunnen alles over die wedstrijd zeggen, maar hoe onterecht was die uitslag? Ja, een VVG-supporter en Ed Engelkes, de trainer van VVG, die dacht er daar anders over. Ed had het over, wij speelden met het hart en daarom hebben we gewonnen. En ja, DVS speelt redelijk geprogrammeerd. Zo komt het dan ook gewoon, denk ik, wel eens over bij supporters en bij mij ook, weet je wel. Van ja, ragfijne combinaties, heel ze nu en dan eens een keer wel wat strubbelingen daarin, doordat pases net niet strak genoeg zijn. En waardoor juist op dat moment de tegenstander toch weer zich daaraan kan optrekken. Maar het komt zo geprogrammeerd over. Nou, dat is niet waar, want als iets niet geprogrammeerd is, dan is het dat wel. Want spelers hebben enorm veel vrijheid in het veld en die moeten juist reageren ten opzichte van de tegenstander. En dan draai ik het even om van de tegenstander maakt twee goals uit een bal die van richting veranderd wordt in de corner. Nou, als we daarop moeten gokken, dan wordt onze winkans wel heel klein. Hè. Wij spelen dit voetbal om kansen te creëren en wij creëren kansen. Nu gaat het erom dat we in cruciale momenten ook die kansen benutten. Hè. En we hebben tegen IJsselmeervogels hebben we ook een cruciaal moment gehad om op 2-1 te komen. Ja, en dat is uiteindelijk wel de kwaliteit voor ga je top spelen of niet. En, ja, dit zijn een aantal cruciale momenten geweest en daarin hebben we het ook een keertje niet goed gedaan. Je hebt nooit het idee om eens van je visie, het mooie voetbal en veel balbezit hebben, af te stappen om desnoods die drie punten gewoon mee te slepen en dan met een hele vuile 1-0 of wat dan ook een keer weg te gaan. Hè? Ik kan me nog een keer herinneren aan een uitwedstrijd tegen SSC Putten en we waren eigenlijk veel beter voetballend, maar... Toch had die trainer van op dat moment, die had het idee van, nou, ik denk dat ik toch gewoon iets totaal anders ga. En we gingen inderdaad met 1-0 overwinning weg. Iedereen was blij. Ja, niet over het spel, maar wel over de drie punten, Roland. Ja, maar kijk, ook daar weer in, laat duidelijk zijn. Kijk, de manier waarop wij spelen, dat is niet een doel op zich. Dat is helemaal geen doel. Dat is een middel om kansen te creëren en om doelpunten te maken. En als je veel de bal hebt, ja, dan hoef je weinig te verdedigen. En volgens mij ligt onze kracht ligt meer naar voren toe dan dat we met z'n allen gaan leunen. Volgens mij heeft DVS ook de identiteit om verzorgd voetbal te spelen. Kijk, en nogmaals, kort combinatiespel en tiki-taki en dat soort kreten, dat is allemaal leuk en aardig. Maar uiteindelijk gebruiken we het om tot kansen te komen. En we creëren nog steeds kansen, dat doen we goed. En dat is het doel. En uiteindelijk moet je daar wedstrijden mee gaan winnen. En wat geeft mij de garantie dat als wij met z'n elven voor de pot gaan hangen en in de bal alleen maar wegperen, dat we dan wel gaan winnen? Een van de DVS-leden die ik vrij hoog acht, die ook aardig wat tactisch inzicht heeft, die gaf even de vraag mee van waarom twee centrale verdedigers die allebei linkspoten zijn. Ja, er zijn ook wel eens ploegen die spelen met twee centrale rechtspoten. En dan wordt daar nooit geen vraag over gesteld en nu over linkspoten wel. Dus ja, dat is ook weer zoiets. Maar goed, nogmaals, iedereen mag vragen stellen daarover. Je kijkt gewoon van wat vult elkaar aan. He, en Basiel die kan iemand slopen, om bij wijze van spreken. En die had die opdracht voor de Graaf om dat te doen. En Rico die kan mensen vrij voor de keeper zetten. En die kan middenvelders dwars door de linies aanspelen. En dat heeft hij volgens mij zaterdag ook laten zien. Want hoeveel ballen heeft hij daar wel niet in die ruimte gelegd als die rechtsback naar voren stapte bij VVOG. Dus ik vond dat eigenlijk heel geslaagd was. En dan vond ik van Frank Snoeks, ik ben er normaal niet echt een heel erg fan van. Maar misschien heb je het ook wel gezien, dat interview met Pastoor. Waarbij die zei van, jong, Sparta tegen Heerenveen. Een eenvoudige 3-1 overwinning voor Sparta. Sparta 30% balbezit, Heerenveen 70% balbezit. En Pastoor zei, ja, wat is er eenvoudiger dan met drie of vier passes voor het doel van de tegenstander komen en daar de kansen verzilveren. Ten opzichte van, ik weet niet hoeveel balcontacten van Heerenveen. En het levert niet veel op. Ja, een 3-1 nederlaag voor Heerenveen dan.
Ja, maar als jij Sparta aanhaalt, dan mag je dat graag vergelijken met ons. Want die trainer heeft echt wel dezelfde opvatting als wat ik ook heb. Dus die denkt ook dat hij met korte passes, dicht bij elkaar, veel beweging, tot scoren kan komen. En, in dit geval was het echt, dat zei hij echt, met 3-4 passes voor het doel van de tegenstander komen. Ja, nee, maar dat proberen wij ook. Alleen je moet niet vergeten dat Heerenveen op de helft van Sparta speelt. En dat Sparta in een rol zit dat ze onderin... of nou, niet helemaal onderin staan, maar hun verwachtingspatroon is eigenlijk zeg maar hetzelfde als wat wij vorig jaar in de topklasse hadden. Dus die druk die ligt vaak bij de tegenstander en niet bij Sparta. En daardoor hebben wij vorig jaar ook op die manier kunnen spelen. Alleen nu is er gewoon wat veranderd. Alle ploegen zeggen, DVS, succes ermee. Jullie waren vorig jaar de sensatie. Zoek het lekker uit met die bal. En dus zijn de rollen zijn totaal omgedraaid. Je blijft positief, Roulotte, en je blijft houden aan jouw visie. Maar met misschien hier en daar toch wat omzettingen, of niet? Of kom ik nu weer te dichtbij? Nou ja, goed, we gaan van de week weer kijken. En weer kijken wat zijn we nodig. En dan wat voor tegenstanders krijgen we. En dan maken we op basis daarvan maken we een keuze. Ik vind nog steeds dat wij... Je kan het gewoon niet vergelijken met vorig jaar. Dat mag ook gewoon niet. Maar ja, vergis je ook niet. Er zijn ook heel veel mensen laaiend enthousiast over ons spel. Die maak je ook vaak genoeg mee van andere clubs. Maar dat is net even weer, wat is het verwachtingspatroon? En in welke rol zijn we terechtgekomen? Nou, wij moeten het spel maken. Wij moeten het doen dit jaar. Dat valt niet altijd mee. Elke ploeg heeft wel eens een dip. En daar komen ze vanzelf wel weer uit. En wij ook, Roland. Nou, wij hebben geen dip. Oké, bedankt. Graag gedaan. Ja.